Hey, you said you weren't coming, dickhead. No. Dickhead. How are you? Not bad, how are you? Oh, is it live? Oh my day, what's going on? Wait, I've got a Fight Crew sticker in there, bro. Yeah! You're a dickhead, honestly. This guy lies. This guy always lies. I messaged him yesterday. I say, is he coming? He says, I don't go to fight shows. Go, man! Who is it? Bernd Filmer. Wie de fuck ben jij dan, man? Ken je mij niet? Je moet de mensen thuis vertellen wie je bent. Hamza Soussi, prof kickboxer, je weet zelf. Wie de fuck ben jij dan wel niet? Ik! Kijk even. Meneer Itterson. Mike van Itterson. En, oh, mag ik heel even zeggen. Ja. Vandaag geslaagd voor me diploma kickboxer. Niveau 3. Lekker! Wat is dit, buiten? Dat is een pinda. Eentje maar. Eentje toch? Dat is lijf haram, man. Nee, man. Valt mee. Wat is dit, Asabi? Het is gewoon een pinda, bro. Dat is lijf, man. Wat voor pinda is dit, bro? Dat is lekker, hè? Ja, bro, dit is lijf, bro. Ik ben helemaal duizelig. Vind hem niet lekker, man. Nee. Wat voor pinda is dit? Dat is lekker, man. Nee, wat voor pinda is dit, hè? Einde, derde ronde, einde van deze partij. Bolo, a.k.a. Colombiana, a.k.a. Mr. Yeo, regel die shit, geef je knieën naar het hoofd, je weet het. Hey, wie de fuck ben jij dan? Fuck you, ja. Wat zit er in je cup? Wat zit er in je cup? Iets wat niet geschikt is voor kinderen. Je ziet het, dit is de voorbereiding naar de partij toe. Ja. Voorbereiding van de one and only. Zo het boerisch. Ben je klaar om te slopen, jongen? Altijd. Je bijna. Geen bijnaam. Hij heeft nog geen bijnaam. Zullen we hem een bijnaam geven? Hey. Bro, tip nummer 6. Je telefoon uit als je gaat vechten. Mooi, je moet gewoon zeggen, ik moet heel klaar. Ja, zij moet gewoon. Mooi, ik geef hem gewoon wat je tegen me zegt. Laat je niet drukken. Boerisch. Ja. Wat je gameplay? Bro, slopen. Snap je? Dus je bent eigenlijk gewoon niet gemotiveerd. Dat is wat hij probeert te zeggen. Ik heb het niet over hem. Oh. Kijk, hem schreeuwde ik vroeger ook omdat hij niet zo serieus trainde. Maar hij moest trainen van zijn broer. Hij zat op voetbal en kickbox. Moeten de jongens een beetje motiveren, Hamza? Gaan we hem motiveren? Gaan we ze een KO-bonus geven? Kijk hem lachen. Huh? Zewet krijgt meestal wel een KO-bonus van zijn sponsors, weet je. Gaat ook een KO-bonus van de Fight Crew krijgen. Ja? Ja, man. Ah, sterk, sterk. Zorg ervoor. Hey Nizza, je moet wel een beetje slopen zometeen. Ja, komt goed. Inshallah. Inshallah. Shukran. Ja, je moet wel goed in vorm zijn. Nizza is in vorm, bro. Doe je hand zo omlaag. En dan haal je de zijkant ervan. Ja. En dan trek je hem erin. Rood is altijd thuis, rood is links. Zie je? Ja, zie je wel. Dus het is wel goed. Ik ben thuis toch? Ja. Waarom? Hey. Jullie zijn met 8 man, jullie hebben die shit nog steeds niet door. Dat kan niet, hè? Ik vraag vandaag inzicht en geduld. Oké? Woes. Woes. Lekker. Lisa Biri. Deze hebben we gewonnen, maar ga
ik ga nu een handtekening mogen. Ja, mag je zeker. Ja. Wilt u ook op de foto straks? Dat zou ik heel graag. Ja. Ik durfde het eigenlijk niet te vragen. Wilt de regel was straks. Hoppa! Heb je het warm? Ja, bro. Doe je Jacka. Stop niet, hoor. Doe rustig, bro. Ah, ik kom van toe. Gaat zo weg. Ja? Ja. Hier gelijk, dan moet je niet vragen. Ja, maak je niet of zo. Einde derde ronde, einde van deze ronde. Als ik aan kan pitten. Zet Pieter. Had ook een Ik heb iets beters voor jullie, kom dan. Wat is het? Hij van pit gegeten? Ik zag ook net wat jongen. Hij had hem gekeerd, hij kreeg tranen alles. Laat me eens ruiken. Ja, maar laat. Ik ga eerst ruiken al. Nee, ruik. Hé broer, dit is maar dat zijn net, broer. Nee, nee. Abi, neem eentje. Sambal. Maar is hij lekker? Hij is heel lekker. Waar is die, babe? Hoe zeg je pittig in het Turks? Adje. Adje. Waar is die, babe? Het laat, man. Kom, Enes, ik neem je mee. Kickbox Gala hier in Amsterdam-Noord. Zo het boerisch. Hij gaat vandaag een statement zetten. We gaan even naar die jongens van Zuid. We gaan even die jongens van Zuid opzoeken. We staan hier bij Motion Panda. Kijk, Panda is hier ook. Ja toch? Onze Colo, Zwaro. Onze Colo. MC Colombiano. Ja man. En Motion Zuid. Maurice toch? Je weet, voor die allerbeste Shubas. Waar zijn die andere jongens? Rookruimte. Rookruimte, kom, we gaan naar de rookruimte. Oh, wat lekker. Ik was net aan het fotograferen, kon je niet... Dankjewel, lieve schat. Abi, ben je oké? Helaas, ja. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft die pinda gegeten. Heb je die pinda bij? Ja, man. Kom dan, ik eet hem op. Oké, afpas dan. Susie kan hem wel handelen. Ik hou niet van pittig, hè? Nee, is oké, man. Maak foto's, jongen. Ben je gek? Je bent gek, man. Hier. Huis vast? Ga niemand aansturen. Chop het. Nee, gaat misschien altijd die shit weg. Doe maar. Ik heb een challenge voor je. Ik heb een challenge voor je. Je houdt van pittig, toch? Ja, man. Ben je een pittige pinda of niet? Ja, ik wil. Ik moet je wat verzorgen. Naad verzorgen. Naad verzorgen? Nee, je gaat hem goed verzorgen als je die pinda neemt. Ik hoorde net al van mijn broertje. Oké, we gaan nemen. Ik wil nog even. Ik was bezig met de... Kom, neem eentje. Nee! Waarom? Ik zou je zo niet. Kom, we gaan iemand zoeken die het gaat doen. Kom. Help jongens. Hey. Mag die pikken gelijk hier, hoor. Wie ben jij? Sarah. Wie is Sarah? Sorry, wat zeg je? Wie is Sarah? Ik ben een interview aan het houden. Ik ben in de kleedkamer, ik kom zo naar je toe. Ik ben Sarah aan het interviewen. Ik wil niet geïnterviewd worden, laat me rust. Ja, Sarah Kobel. Ze moet binnenkort vechten, hè? 4 maart. 4 maart, MMA. Fusion, als het doorgaat. Weet zelf, ik bel je zo mag terug. Ze mensen laten aftikken. Dus 4 maart, wees er allemaal bij, Fusion. Ja. Sarah Kobel. Ach, Ubel, ja. Ja, toch?
Geubel of Gobel? Wat is het Geubel nou? Geubel eigenlijk. Geubel. Maar niemand spreekt het goed uit. Oh, maar kom het ergens op. Ja. Waar dan? Brazzers. Hoe? Brazzers. Dat is wel bijzonder, hè? Wat dan? Op Brazzers. Ja, ga je wat op Insta? Op Brazzers. Ken je Brazzers niet? Nee, wat is dat? Ga je zo laten zien. Kom op, Mattie van mij moet matto man hier. Welke Mattie? Jersey. Laatste partij. Oh, ja. Eén en laatste. Oh, één en laatste. Ja, boksen, okay. Ja, gorilla. Dus we denken dat hij gaat winnen? Tegen wie moet hij? Ik denk het niet, ik weet het. Je ik weet niet eens hoe die papi heet, maar tegen wie hij moet, man. Okay, met alle respect voor hem natuurlijk, maar ik weet niet. Hij gaat neer, man. Jij bent lekker bezig, dan ertussendoor. Ja. Hey, je onderbreekt ons interview. Ik heb wel vragen voor Koutje. Dan moet je toch daarna moet je dat tegen hem zeggen, toch? Maar, nee, joh, geef positief feedback. Nee. Door met mij. Nu kan je toch veranderen, toch? Maar luister, dit is een interview uit de losse pols, hè. Nee, ik ben nog niet klaar. Heb je al mooie partijen gezien? Nee, man. Nog geen mooie partijen gezien? Ik heb deze zie ik nu en die hiervoor. Is dit een mooie partij? Half man, ze zijn groot man. Man, het gaat een beetje traag. Gaat er een knock-out vallen of niet? Nee man. Nee? Nee man, het gaat traag man. Hierna komt er een knock-out. Hij moet gaan eten. Ja, maar ik moet mijn jongen warm maken man. Is goed, ik spreek je, ja. Hier, typ het in. Dit is van jou. Dit is van de Fight Crew. Wat voor lipgloss gebruik je? MAC, dit is een primer. Maar het is een Fish Islands. Zo kunnen we je MAC primer goed zien. Deze is beter. Kunnen we in je tas kijken? Ja, dat kan. Ik heb het er allemaal in zitten. Geld. Cash is koning. Handcreme. Dat. Mooi, logo vind ik vet. Vind je het weet je wie deze logo heeft ontworpen? Ja. Fight Crew. Hoe heet ze? Hoe heet ze? Fight Crew. Fight Crew. Wat zeg ik het verkeerd? Hey bro, kom. Hoe zeg je het dan? Fight Crew. Fight Crew, Fight Crew, Fight Crew. Eindelijk, MMA-partij. Eén keer nog meer. Ga je daarvan knuffelen? Je knuffelt niet gewoon slaan, denk. Verwurgen. Niet knuffelen. Dat doen we niet. Ik vind het wel een beetje knuffelen. Vind je? Ja. Ja? Ja. Ja. Ik zal Hamza even choken, jongen. Als ik MMA zou matten, zou het sowieso een lijpe pot worden. Ja, waarom begrijp je wat ik bedoel? En waarom niet? Ja. Mensen moeten eerst met pap. Je weet toch pap? Ja, betalen, zeker. Oké dan. Ja, toch. Want je gaat ellebogen krijgen, dit, dat. Maar je weet hoe het gaat, je moet je eigen... Dan wil ik wel pap zien, weet je. Heb jij wel eens gevochten? Ik? Ja? Nee, joh. Ik kan vechten, zie ik eruit als een vechter. Weet ik niet, durf ik niet te zeggen. Ik kan, je kan in één naar veranderen, toch, in de ring. Ik? Ja, toch. Ik kom deze week, ga ik komen. Ben je er ook? Wanneer ben je er? Als je komt, kom ik ook. Dinsdagavond, 8:00. En die camera meenemen. Goed staan, links. Nog één keer. Boys, ik wil jullie bedanken. Bedankt voor het vertrouwen. Bedankt dat jullie hier zijn om mij te steunen. Om te beginnen wil God bedanken voor de kracht, de motivatie en alle macht die hij me heeft gegeven om vandaag hier te kunnen staan. Ik vind dat hij me macht heeft gegeven, een gift. En deze wil ik meegeven aan de wereld, laten zien wat ik kan. Dank jullie wel, amen. We zijn nu op het moment van de Thaise olie. Als ik die Thaise olie raak, krijg ik later flashbacks. Ja, is lekker. Ik krijg gewoon flashbacks vanaf de jeugd, broer. Deze jongens kennen Red Hot niet. Wie wil ze Red Hot op je benen gehad? Ja, maar Red Hot is fire, man. Kun je niet slapen volgende? Kun je niet slapen in de avond, man? Wat is Red Hot, hè? Shit, slapen. Ik heb het de laatste keer gebruikt. Ja. Hij bent nog steeds aan het vechten. Ja, omdat je bent thuis in je bed, al heb je gedoucht, al heb ik alles gedaan. En je weet, eerst een combo die je geeft, is gewoon hard. Waarom? Zodat hij bang wordt. Ga je wat ik bedoel? Zodat je denkt, hey, dit is man of power, dit, dat. Dan ga je weer relaxed. Zie die Mac? Kom maar, kom maar, kom maar. Is van jou, niks horen. Kimp je borst. Jelle. Het is jouw dag.
let's get down business. De pijp, broeder. Amsterdam de pijp. Dat is hem. Dat is hem. Hoe vaak kan je hoog houden? Had je wat een beetje gefilmd of niet van die partij? Klein beetje, man. Ik heb meer jou gefilmd. Vandaag, de hele tijd. Voetballer, hè? Zien, zien. Wally, man. Wauw. Fight crew is een map, pam, pam, shit, man. Look, if you saw that in the club, you'd tap it, wouldn't you? You'd have a go. Like, seriously, I put like a wig on or something.